Jongens en meisjes, welkom terug bij deze zesde aflevering van Road to Champion Division. Vandaag gaan we proberen 24 punten te behalen om gelijk door te gaan naar de volgende division. En hopelijk gaat dat lukken. Het betekent dat we moeten winnen met 14 kills. Dus we moeten een hot drop gaan pakken om die 14 kills te behalen. En ik denk dat we het beste kunnen gaan kiezen voor Salty Springs. Omdat dit op dit moment één van de drukste plekken is in Fortnite, vind ik zelf. Dus we gaan lekker naar Salty Springs. Trouwens, ik heb het mis, want volgens mij hebben we min 1 busver gekregen. We gaan nu ook punten eraf krijgen per elke game, omdat we dus busver hebben. Volgens mij kregen we net min 1 puntje, want we zaten volgens mij op 151. Dus daar moeten we rekening mee gaan houden, jongens. Dit betekent dat het lastiger gaat worden en dat je dus ook punten gaat kunnen verliezen per potje. Dus weet je nou niet zeker of je iedereen kan killen? Ga dan heel passief spelen en speel voor de endgame, zodat je nooit punten verliest met een game. Maar voor nu denk ik nog wel dat we deze mensen kunnen hebben. Oh mijn god, hij komt niet achter me aan. Oh mijn god. Oh mijn god, ik had hier echt 300.000% dood moeten zijn. Maar hé, we hebben weer geluk gehad. Zoals ik al zei, ik denk niet dat we doodgaan in dit potje. Dus we gaan gewoon lekker strijden voor die kills. En we hebben de eerste kill al binnen. Dat betekent dat we lekker gaan doorrushen. Want we hebben nu bijna... we hebben bijna full shield. We hebben 90 shield. Dus we gaan even doorrushen naar alle andere mensen. En dan gaan we even die gratis kills ophalen, jongens. Let's get it. Voor deze aflevering wil ik graag mikken voor de 200 likes. We hebben namelijk de vierde aflevering 300 likes behaald. Terwijl ik vroeg voor 150 likes. Dus kunnen we deze aflevering de 200 likes behalen. Dat is natuurlijk super erg waarderen. Want support is insane op de Road to Champion Division afleveringen. En dan ga ik nu even deze man killen. Dankjewel. En dan ga ik ook even deze man killen onder mij. Er zijn hier veel mensen, boys. Nee, fuck. Oh. You're mine, boy. There we go. Looten. Dankjewel. Snijpertje mee. Nee, ik denk dat deze beter is. Grenade luister. 4 kills al, jongens. We gaan lekker, jongens. Concentreren in het begin en dan lukken de kills echt wel. Oh, nee. Fuck, we hebben een tryhard. Edit. Oei, ja, dat was mijn. En denken, waarom kan ik zijn wals niet krijgen, jongen? Holy shit. There we go, tactical. Ik vind tactical toch lekkerder dan dit rare wapen waar je de 10.000 keer mee kan schieten, jongens. Maar we hebben wel 5 kills gehaald in Salty. Daarom zeg ik het, Salty is best wel een drukke plek en je kan er redelijk wat kills halen. Nou, 5 kills vind ik toch best wel mooi voor een begin. Dus we gaan snel doorpushen. Om toch nog die punten te behalen om door te gaan naar de volgende division in dit potje. Ook al hebben we busver gehad. Jongens, het maakt niet uit. We blijven doorstrijden. We gaan die punten gewoon halen in één game. Eerst even dit allemaal pakken. En ik ga even een SMG'tje pakken. Vind ik toch fijner dan een drumgun.
veel accurater om mee te schieten, vind ik zelf. Dus ik vind dat lekkerder. Ik denk dat we naar Tilded gaan. Tilded is volgende cirkels. Altijd ook wel een druk bezochte plek. Dus kills betekent dat natuurlijk. Dus hey, let's go man. Daar gaan we. Kijk, ik ga nu naar Tilded, hè jongens. En ik laat jullie zien hoe ik naar Champion Division kom. En ik geef jullie tips. Maar merk je nou, Tilded, dat gaat het niet worden voor mij. Ik wil die risk niet nemen om daar dood te gaan. Ik heb net lekkere loot. Ik wil voor de endgame spelen. Ga dan gewoon een goede spot vinden in de map. Nou, waar ga je nou zitten als je nu wilt gaan campen in de game? In de map. Ik zou eerlijk gezegd niet naar Pleasant of naar Tilded gaan. Maar ga bijvoorbeeld bij een slipstream campen aan de rand van de cirkel. Dus bijvoorbeeld hier of hier. Dan kan je met de slips heel snel roteren naar de volgende cirkel. Je zit vaak aan de rand. Dus veel mensen komen daar niet. En je hebt dus natuurlijk gewoon die gratis rotatie van de slipstream. Dus dat is een hele goede plek om te hiden. En om ook te gaan zitten als je moet gaan roteren in bijvoorbeeld normale scrims, jongens. Dus gebruik dat. Gebruik de objecten die al in de game zitten om jezelf om het ja, een soort van gemakkelijker te maken. Net zoals je bijvoorbeeld, als er geen slipstream zou zijn, waar ga je dan zitten? Nou, neem bijvoorbeeld een huis over dat ergens in een map al staat. Dus dan hoef je niet je eigen stukjes te behouden, maar dan hou je altijd je max mats. Dus nou, wat kan je dan bijvoorbeeld doen? Ga bijvoorbeeld hierheen. Dat is geen huis, maar dan heb je wel steen. Dus dan kan je al dat steen gebruiken om weer een beest te bouwen. Zulke dingen, jongens. Denk daarover na. En het bespaart je heel veel mats. Het gaat je heel erg helpen in endgame, want mats in endgame, elke team mats die je kan bewaren voor de endgame, is het zeker waard, jongens. Dus denk daarover na. We gaan in ieder geval deze airdrop even pakken. Want ik zie dat er nog helemaal niemand bij is. Dus ja, gratis airdropje. Neem ik altijd wel mee. En dan gaan we daarna weer focussen op de kills. Want ik zie dat er best wel snel wat mensen doodgaan. En wij alle kills eigenlijk wel nodig hebben om door te gaan naar volgende division. Dus ik heb niemand gezien in Tilted. Ik heb eigenlijk niet goed gekeken, maar ik zie allemaal dingen gebouwd in Pleasant. Dus Pleasant Park, here we go. De landingspot van de Trio Cup. Heerlijk plekje om te landen. Knijten veel loot, altijd goede loot. En er zijn ook wel wat mensen, dus beginkills ga je ook pakken. Waardoor je dus eigenlijk altijd wel punt hebt in het begin. Als je, wat ik mensen zou aanraden, als je best wel confident bent met gewoon je skills. En je denkt dat je wel mensen aan kan in toernooien. Land dan op een plek waar je denkt dat ook andere mensen een beetje gaan landen. Beginkills, beginpunten zijn altijd zo chill. Oh, ik moet even normaal bouwen. Even concentreren jongens. Want als je doodgaat midgame, dan heb je je potje niet voor niks gespeeld. Maar dan heb je toch nog wat punten gehaald in je game. Ja, jongen. Dat is dus even serieus wat je niet moet doen. Deze man denkt dat hij op mij kan editen. Ja, hell no, jongen. JJ. I don't think so, boy. Alright, boys. Ik word helemaal moe van het praten, jongens. Knijter veel tips, jongens. Daarom, 200 likes deze aflevering. Moet lukken, toch? Ik gooi jullie deze tips. We gaan strijden. We gaan door naar de volgende division, hoop ik. En voor de mensen die meedoen met de serie, wat ik al vaak heb gezegd, laat even achter in de comments hoeveel punten je hebt. Gaat het lekker met de punten? Zie je dat er vooruitgang is? Loop je vast? Laat even achter waar je vast in loopt, dan kan ik je misschien helpen via de comments. Ja, ga je lekker man. Ga je richting die 300 punten waar we natuurlijk allemaal voor aan het strijden zijn. Maar ik denk dat het binnenkort wel moet komen. We komen al dicht bij die 200 punten en dan gaan we toch al heel hard richting die 300. Waardoor we alle toernooien kunnen gaan spelen. Niet dat ik het nodig heb, want ik heb natuurlijk mijn andere account, jongens, waar ik al de 300 punten op gehaald heb. Waarop ik gewoon al mijn toernooien doe. Alright. Voor de rest. Genoeg geluld. Tijd voor kills, jongens. We gaan onze launchpad poppen. We gaan aggro spelen. We gaan mensen zoeken. Ah, ik kijk, top 15. Puntjes, puntjes, puntjes. Niet dat ik er blij mee ben, want ik moet nog best wel behoorlijk wat kills behalen om de volgende division te krijgen. Die wil ik eigenlijk wel hebben nu. Ik moet even doorzoeken. Ik hoor iemand. Oké, we hebben iemand die denkt dat hij. Dat hij confident is. En die mij kan hebben. Nee, dat meen je niet. Are you kidding me? Jij vuile, vuile gozer. Oh, dat is zijn wall. Ja, dan had je maar niet mijn kill moeten stelen, gap.
Dat is even jammer van je. Met je loungebed. Een beetje eerst mijn keel pakken en daarna proberen weg te loungebed. Ik weet niet wat meneertje denkt. Maar ze werkt het hier niet. Keihard mijn keel genakt. Ook echt gewoon keihard, jongen. Kom jij eens even terug? Volgens mij... Oh. Ai, ai, ai. Ik dacht dat dat die gozer was die aan het snijpen was van een afstand. Oei, oei, oei. Nu zijn we weak. Nu gaat hij ons pushen. Dus dat betekent gratis shield. Nee, oké, ja, ik ben aan het geinen, boys. Fok. Fok, fok, fok. Oh, waarom gaat iedereen weg altijd? Ik word zo knijter van. Als ze eerst pushen, dan merken ze dat ze denken... Oeh, ja, dat gaat wel een lastige fight worden. Nou, dan gaat hij weer loungepetten. Als je eenmaal aan de fight bent... En je gaat weg van iemand... Dus je laat hem zien dat je niet denkt dat je het gaat winnen. Oh, dat is echt het domste wat je kan doen. Waarom? Dan denkt die gozer waartegen je speelt van... Oh, deze gozer is bang voor mij. Easy kill. En die blijft je chasen. En ik zeg je, die gozer wordt daar meer confident van. Dus gaat meer denken dat hij je kan hebben. Dus gaat makkelijker spelen op zich. Heel goed verhaal. Ik ben nu echt heel erg aan het lullen, want ik wil ook concentreren tegelijkertijd. Nee, maar ik zeg jullie even... Als je denkt dat je een fight niet gaat winnen, ga niet alleen maar wegrennen. Als je alleen maar weg gaat rennen, gaat de gozer waarmee je fight... Je nooit meer met rust laten. Hij blijft je chasen zodat je die kill hebt. Vooral een arena. Vooral een tournament. Want dan zijn die punten zijn gewoon knijten belangrijk. Dus ren niet weg. Probeer dan gewoon wat edits op hem te gooien. Of gewoon full aggro in één keer erin. Laat gewoon zien dat jij de betere bent. En dat jij hem kan hebben. Net zoals deze man. Deze man die wil rennen voor zijn leven. Maar dat gaat hem niet lukken. Of dat gaat dan wel lukken. Maar dan pakken we even deze gozer. En ondertussen stik ik bijna. Thanks. Zo, morgen. Ik heb gisteren 5 pakjes. Nee, oké, geintje. Ik rook niet, jongens. Maar ik stik wel bijna. Jezus, jongens. Vandaag een aflevering met Harry. Oeh, traps. Jezus, jongens. Niet goed, hoor. Ja, gaat Henkie weer. Iedereen heeft hier ook 10.000 langspets. Ja, dat is niet goed, hè? Oh my god. Oké, ik ben weer terug op aarde, jongens. Oh, knijters. Maat. Jonk, jonk en jonk. De eerste 2 jongens die schoot ik expres mis. Dat was gewoon om de vibe meer te creëren. Of ik was knijterscheef. Ja, dat kan ook, jongens. Jullie mogen het kiezen. Maar ik weet wel dat we misschien... ons kill aantal wel gaan halen deze game, hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Gooi even nog wat edits tussendoor hier. Op je mel, gast. Plexi Gong Gonge is gekilled met een trap. Dat is jammer, want er zijn weer kills weg. Ja. Ja, ja. En dan loop je dan op een berg. Zonder een loungepad iets. Ook al heeft iedereen 10.000 loungepads. Ik heb er geen. Heel nice, heel nice. Ik heb ook geen traps. Ook heel nice, heel nice. Of ik heb gewoon de helft van iemands loot gemist. Maar we hebben nog 6 mensen die we kunnen killen. En als ik heel eerlijk ben, dan wil ik eigenlijk al die kills wel hebben. Oeh, als we die gehit hadden, dan was hij waarschijnlijk doodgevallen. Maar hé, we zijn weer scheef, dus we hitten het niet. Ja. Het is een goeie. Wat gaan we nu doen? Nou, als ik nu kijk. Ik zie hier een drone. En ik denk slipstream. Ja, een makkelijke rotatie. Die gaan we even pakken. Gaan we eens even kijken wie we kunnen pushen. Maar volgens mij zit er ook een bal op deze berg. Ja, hier zo. Kom jij eens even terug dan, papi. Ga eens even jezelf zo helemaal de lucht in gooien. En dan breek ik je op dat moment. Of ik breek je nu. Ik had geen geduld meer. Jonk. Zullen we deze even noscopen? Hier, komt ie. Oeh. Het zal wat zijn, hè, boys. Het zal wat zijn.
Natus. Waarom is iedereen aan het vliegen in de lucht en aan het rennen en aan het doen en niemand schiet op elkaar? Is dit nou weer? Knatters. Wat bent hij voor Twin Tower? Niet normaal. Kijk hem dan. Henkie tankie. Laat mij eens even meedoen met de partij. Ik wil ook even 90's doen. Nee, en dan langs met die weer weg. Ja. Yeah. Ja, het is ook echt niet te geloven, hè. Hebben ze langspets aan iedereen gegeven of zo? Gaat die andere langspets zeker pakken? Ja, dit is een jonker, hè. Waarom kan ik niet editen? Kijk, doe ik zo. Huts. Oh. Nee, hij heeft nog meer traps. Nee, hij heeft niet nog meer traps. Oh mijn god, en hij launchpad weer weg. Het moet niet gekker worden, jongens. Please. Kom op, gun me dan. Het is echt niet te geloven. Wat is iedereen aan het doen? Hé, hey, eens even rustig doen jij, hè, papi. Dat dacht ik. Dat dacht ik, papi. Oh, oh. Jonk. Nee, ik ben dood. De slips zijn... Oh, zijn niet uit. Papi chulo. Ik hit helemaal niks. Geef mij deze ballen maar dan. Jonk. Oeh. Maatje, je beseft toch wel dat dit echt de grootste fout uit jouw leven was, meneer. Hey. Jozef. Gerard. Hey, doe eens even rustig met die sniper. Heb je geen 10 launchpads voor me? Wat is dit nou? Deze gozer heeft gewoon geen launchpad voor mij. Hij heeft ze al allemaal gebruikt waarschijnlijk. Ik moet even doorpushen, want ik haal het niet omdat ik die knijter busver heb betaald. Ik moest 14 kills. Ik moet nu iedereen killen. Ik moet iedereen killen. Dan haal ik het precies. We moeten meer jonken. Kom jij eens even hier. Het zijn er 2. Doe eens even normaal. Doe eens even normaal tegen die gozer. Dat vindt hij niet leuk hoor, dat hij gestinkt wordt. Oh my god. En natuurlijk plaatst hij weer een launchpad. Op het moment, hè. Het is ook echt gewoon niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. Ja, ga maar je huis in. Wacht. 1, 2, 3. Launchpad. Wow, jij bent lucky. Jo. Wacht even hoor. Ik wil niet gesniped worden. Joink. Nee! Het is ook echt niet te geloven. You smelt it and dealt it. It's unbelievable. Omdat ik mijn edit zo erg opfokte en deze gozer gewoon niet even in 1 seconde kon killen, heeft deze gozer hem gestinkt. My mans. Ik denk. Ja. Ik heb nu 1 punt nodig. Ja, big yikes. Kom jij eens even hier. Jij vies, vuil, mormel. Jij verschrikkelijk mannetje. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. Ga maar launchpetten voor je leven, pap. Hé. Hey.
Peter. Doe eens even normaal, hè. Nou, jongens. Dat moet niet gekker worden. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde in dit hele potje. Maar jongens, volgens mij hebben we hebben volgens mij 1 punt betaald voor busfare. Dat dacht ik aan het begin. Ik heb echt een polskapsel trouwens, zie ik nu. What the fuck. Maar even dat terzijde. Ja, Division Rank Cup 1. Nou jongens, het moet niet gekker worden. We hebben 174 punten van de 175 die we moeten hebben. Anders waren we weer een stukje verder in de Contender League. Maar hey, het is leuk voor de volgende aflevering. Want dan weten we zeker dat we een soort van rank up gaan in de volgende aflevering. Dus ja, wees daar ready voor. Trouwens, even voor verduidelijkheid. Deze video komt, als het goed is, op vrijdag of zaterdag online. De vorige is op dinsdag online gekomen. En er komt nog een World Cup highlight op woensdag of donderdag online. Dit in verband omdat ik op vakantie ben. Dus op het moment dat jullie deze video's zien en je afvragen waarom zijn er trouwens ook geen streams. Ik ben op vakantie en weet je, ik ben weg naar Duitsland. Met een paar vrienden, gewoon met de auto, een beetje roadtrippen. Dus vandaar dat ik al deze video's voor jullie alvast opneem. En dat ik misschien aan het eind van het weekend weer live ben als ik dan alweer thuis ben. Want ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Maar ja, dat even als jullie afvragen waarom er geen livestreams zijn. Dus vandaar deze video's. Maar bedankt voor het kijken. We moeten nog 1 puntje voor de volgende division. En dat gaan we dus behalen in de volgende aflevering. Maar genoeg geluld. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende aflevering. Of bij een nieuwe livestream. En dan was dat het hem voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken. En tot snel. Later.